He is the Demolition Man, Alistair Overeem! Alistair, 20ste UFC-gevecht. Voor mij ook rondje ongeveer 67, 68 MMA-gevecht. Voelt nog speciaal zo'n paar dagen voor een gevecht? Ja, je voelt zeker wel een soort spanning opbouwen. Het lichaam en de geest voelt dat er wat gaat gebeuren. Maar goed, aan de andere kant veel wedstrijden gehad. Dit is mijn 94ste. Ja, 94ste wedstrijd. Mm-hmm. Kickbox en maar gecombineerd. Dus ja, het is ook wel een beetje een walk in the park. Maar er gaat wel wat gebeuren. Het is ook je 20ste UFC-wedstrijd. Dat zijn de bepaalde mijlpalen waar jij nog mee bezig bent. Waar ben ik van, dat zijn toch wel dingen die wel een beetje mijn status bevestigen? Totaal niet, eigenlijk. Wel dat het mijn 94ste wedstrijd is, want zo hou ik dat dan bij me uit mijn 20ste UFC. Ik zat me toevallig laatst af te vragen hoeveel wedstrijden ik in de UFC gevolgd had. Dus bedankt voor het antwoord. Nee, maar ja, die mijlpalen, wel hoeveel wedstrijden totaal. En wel het totaal aantal, ja, mijn eerste wedstrijd was in 97. Mijn eerste wedstrijd internationaal was in 99. Dat was ook mijn eerste MMA-wedstrijd in hetzelfde jaar. Dus ja, dat soort dingen hou ik dan wel grotere lijnen bij. Jij moet tegen Volkov. We hebben het al gezegd, ja, bijna 90, meer dan 90 gevechten onderhand. Zie jij nog unieke dingen bij hem? Maar is het toch een unieke tegenstander voor jou? Ja, ik zie wel een aantal dingetjes. Ik zie wel een aantal dingen wat hij doet. Waar hij goed in is. Ik zie wel een paar dingen. Denk je dat de tegenstander die jou goed ligt? Is het ook iemand waar je graag tegen wil vechten? Jawel, ik denk het wel. Wat zijn zijn unieke kwaliteiten? Nou, hij heeft natuurlijk zijn lengte. Hij heeft zijn lengte mee. Hij heeft zijn reach mee. Dus hij raakt zijn tegenstander voordat de tegenstander hem raakt. Hij kan dus als eerste heel makkelijk zijn. Daardoor heb je dus een soort voordeel. Ik vind dat hij goed beheerst, rustig blijft vechten. Ik vind dat hij redelijk intelligent is op dat niveau. Hij is taai jongen. Dus hij heeft wel een aantal goede sterkpunten. Hij is ook een karate-achtergrond. Is dat ook uniek? Is dat ook uniek voor jou? Is dat ook een uitdaging die je graag aangaat? Niet per se het karate-ding, maar wel hem als persoon, als geheel. En inderdaad, hij heeft karate-achtergrond, dus dat is interessant. En hoe ver denk je dat een winst jou bij een titel wegbrengt? Want er staan nogal wat... Je bent nu bezig met One Final Run... Het einddoel is natuurlijk een titelgevecht, maar ja, stel je wint, er staan nog wel wat hindernissen in de weg. Hoe ver denk je dat een titelgevecht jou eventueel zou brengen? Ik denk na deze wedstrijd dat het dichterbij is. En misschien dat we dan nog eentje moeten winnen. Dus dan heb je dus twee winstpartijen totaal, dan ben je er wel. Want ik kan me herinneren... Maar deze win zou je al je case kunnen maken. Dan zou je er al over kunnen beginnen. Is het ook niet enigszins frustrerend dat jij steeds tegen lagere rangschikte vechters moet? Want ja, je moest tegen Jorginho. Die stond het al met lager tegen jou. Je moest tegen Sakai, tegen Harris. Ja, dat zijn allemaal tegenstanders. Als jij iemand verslaat die hoger dan jij staat... zou je natuurlijk snellere titelgevecht kunnen claimen, kunnen krijgen. Is dat niet enigszins frustrerend? Nee, maakt me niet zoveel uit. Nou, ieder tegenstander in de UFC biedt weer unieke kansen, unieke mogelijkheden. Unieke vechtstijl. En ja, ik bekijk het gewoon als... ik moet me klaarmaken bijvoorbeeld de tegenstander. En het maakt niet zoveel uit hoe, wie of wat. Ik heb altijd gedacht, je vecht en dan kom je er vanzelf. Dus het maakt... Je gaat ook niet om bepaalde tegenstanders vragen. Je hebt bijvoorbeeld om Jorginho, daar heb je al meerdere malen om gevraagd natuurlijk. Dat op dit moment, die moet op dit moment tegen Gaan. Ongeacht dat resultaat, is dat niet nog steeds. Wil je daar nog steeds achteraan? Nee. Kijk, hij heeft al gezegd dat hij dat niet wil. Nou, dat niet. misschien wel. Ja, misschien komt het wel weer terug. Hè? Je weet het niet. Je zei ook tegen MMA Junkie dat stel dat jij de titel wint... Dan zou dat titelgevecht zou dan ook direct je laatste gevecht zijn. En je zei van, ja, ik heb me daarom daarna niks meer te bewijzen. Dan is alles al gedaan. Waarom zo? Waarom denk je van, ja, wil je op je top stoppen? Op je top stoppen. En we kunnen niet vergeten, ik word 41. Ik ben 40, ik word 41. Dus dan heb je het hoogste behaald.
waarom ga je dan door? Nou, op dat moment komen er natuurlijk wel... gaan er bepaalde deuren open waarschijnlijk. Dan kan je misschien wat grotere gevechten krijgen. Ja, misschien financiële aspecten speelt dan misschien mee of niet mee. Het zorgt wel gelijk voor andere mogelijkheden. Als ik die mogelijkheden zie en het ziet er interessant uit... kun je altijd nog een keer kijken, toch? Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.